Hallo allemaal, ik ben Ed Kennis, werk bij Fysiocenter Hapert, Hogeloon en Bladel. Ik wil jullie even meenemen met de mogelijkheden om thuis te oefenen met heel eenvoudig met een stoel. We beginnen met oefeningen staand achter de stoel. We beginnen eerst een warming up. Laat je enkels bewegen, rolt over de voorvoet, beweegt heel ontspannen. Hakken komen los, knieën gaan naar voren. Probeer ook je arm mee te nemen. Het kan een gebogen arm zijn. Strek de arm, net wat je wil. Mensen die nog een goede balans hebben, kunnen ook twee armen gebruiken. Als het niet lukt, dan hou je gewoon één hand vast. Kun je eventueel afwisselen. Ja, heel goed. De eerste oefening die we gaan beginnen. We gaan hoog op de tenen en op de hakken. Tenen, hakken. De oefening voor je kuitspieren. 4, 4. 5, 5, 6 en 6, 7 en 7, 8, 8, 9, 9 en de laatste 10 en 10. En dan gaan we even rollen over de voorvoet. Volgende oefening, we gaan de been achteruit zwaaien. 1, 2, 3, 4. 5, wissel naar rechts. 1, 2, 3, 4, 5, weer links. 1, 2, 3, 4, 5, en rechts. 1, 2, 3, 4, 5. We gaan naar knie heffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hakken naar de bips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En de knie heffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hakken billen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En weer even om. Zo dadelijk de squat, de hurkoefeningen, niet te diep. Je moet stevig staan. Dan zak een klein stukje door. En 2, en terug. 3, en terug. 4, hoog. 5, en hoog. Je kunt een stoel achter je plaatsen als je wat onveilig voelt. Plaats je stoel achter je, dan wordt het wat makkelijker. Dat je zeker niet te diep gaat. 1, 2, 3, 4, 5 en voldoende. En even rollen. Neem even een rustoefening er tussendoor. Gewoon even rekken. De kuiten, hak aan de grond, lichaam een beetje naar voren. Als het goed is, voel je het in je kuit rekken. Ja, voldoende. Verwissel naar de andere voet. Achterste been gestrekt, voorste been gebogen. Je moet de rek in de kuit voelen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. En we regelmatig. We gaan zijwaarts op zwaaien. 1, 2, om en om. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En nogmaals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maak een schaarspas. Zijstappen en elke keer aantikken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Degenen die voldoende balans hebben, kunnen eventueel één arm meezwaaien. Dan krijg je het volgende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
benen naar voor en achter zwaaien. Vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Probeer ook echt goed je arm mee te laten gaan, hè? Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Nogmaals wisselen, ik heb net arm en been afzonderlijk gezwaaid, probeer nu dezelfde richting te zwaaien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Even een rek. Achterzijde van het bovenbeen, een stukje achter staan, de knieën zijn recht. Begin met een rechte rug, rechte benen naar voren te gaan. Als het goed is, voel je de rek dan wat hoger. Boven de knie, de achterzijde van je bovenbeen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Even ontspannen. Ja, doen we nog eens. Naar beneden, op de rand van de stoelhoogte, voelt de achterzijde van de been, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Om het gezicht naar voren te houden, het binnenste been laten we zwaaien. Het been dat tussen de stoel en je andere steunbeen is. Nog steeds vast naartoe en laat ook je arm meegaan. 6, 7, 8, 9, 10. Draai jezelf om. Pak je even de andere kant. Ja. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hetzelfde kun je doen voordoor opzij. Dan zet de stoel een klein beetje schuin. Kun je het beter zien. Staan en gaat voordoor opzij. En probeer ook die arm mee te zwaaien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jullie kunnen de stoel natuurlijk laten staan, hè? Dan even afrollen aan de hakken, voorvoet, dan maar rollen. Ellebogen gebogen, even met de gebogen arm nog erbij. En stop. Bedankt voor de deelname, tot de volgende keer.